De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd blijven, maar niet alleen afgestemd zijn op Europese standaarden. Dit zei de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs, Danielle Rosario, vandaag tijdens een symposium van het Instituut Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA. Rosario merkt op dat de vraag, wat is kwalitatief goed onderwijs, niet onderschat moet worden. De kwaliteit van je opleiding moet niet alleen voldoen of afgestemd zijn op Europa, met name heel veel van ons, onze instellingen kijken naar Nederland of de Verenigde Staten, maar ook op de regio. Als lid van CARICOM, met onze Free Movement Skill en Labor, moeten wij onze studenten zodanig voorbereiden dat zij overal in de wereld terecht kunnen. En dat ze niet moeten horen dat hun diploma niet voldoet aan de gestelde eisen. Het is daarom van essentieel belang dat er samenwerking met andere regionale accreditatieorganen komen binnen de regio, maar ook op internationaal vlak. Dus een taak voor de Raad. Dit om te kijken naar de nieuwe standaarden of kaders die zijn ontwikkeld, waarop eventueel moet worden aangesloten, zodat onze instituten, opleidingen en hun diploma's herkenbaar zijn binnen de regio, maar ook daar ver buiten. Rosario zegt verder dat de afgelopen jaren uit ervaringen is gebleken dat op basis van inzichten de processen en standaarden, maar ook de wet aanpassingen behoeft binnen het hoger onderwijs. De aanpassingen moeten leiden naar het beter aansluiten op de hedendaagse ontwikkelingen. Op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs, maar ook de behoeften van het onderwijsveld. U als onderwijsveld bent daarom heel belangrijk in dit traject, want u mixt, u kneedt, u bakt en u levert af. En zoals de dagvoorzitter aangaf, uw stem is heel hard nodig. Want als u niet praat, kunt u niet gehoord worden. Aan het NOVA is er een extraatje dat de minister wil meegeven. En dat is dat zij vraagt om de internationale diploma-waardering conform artikel 4 lid 1.h serieus ter hand te nemen. Maar ook niet alleen te focussen op het hoger onderwijs, om die te accrediteren of te keurmerken, maar ook de mbo-instituten. Rosario merkt verder op dat de erkenning van andere typen onderwijsinstellingen naast de hogere opleidingen ter hand moet worden genomen. Het NOVA-instituut heeft dus veel huiswerk.